tijdens de danswedstrijden op zondag 30 april voor de Grote Prijs van Soest in het HF Wintercenter in De Bilt brak brand uit in de gang naar een van de vergaderruimtes. De ogenschijnlijk kleine brand had grote gevolgen kunnen hebben, daar juist op deze plek de gasleidingen en de gasmeter zit. Door de enorme hitte welke ontstond, is de gasmeter kapot gebrand. De Biltse brandweer, die zijn kazerne naast het HF Wintercentrum heeft, was direct ter plekke en kon daardoor het vuur snel onder controle krijgen. Het centrum moest volledig ontruimd worden en alle deelnemers en gasten van de danswedstrijd die in de sportzaal gehouden werd, vertrokken zonder enige paniek naar buiten. De Grote Prijs van Soest? De Grote Prijs van Soest in De Bilt. In De Bilt, inderdaad. Hebben jullie niet zo'n mooie danszaal in Soest? Niet zo groot op dit moment. Nee. En hoeveel... Het is een internationale wedstrijd met Engelsen en Ieren en Nederlanders. Dus ja, dan zoek je naar een geschikte locatie. En toen ging het brandalarm en toen moesten jullie à la minute eruit. Verplicht, naar buiten. Onmiddellijk. Naar buiten, nou doe je dat hè. En stonden jullie al een beetje goed in de ranglijst? Nou, dat moet er blijken. We stonden klaar om een halve finale te dansen dus. Oh, je zat al in de halve finale. Ja, we zijn nu even uit de concentratie. De oorzaak van de brand leek eerst onduidelijk, maar snel bleek dat een van de medewerkers rondom het pand het onkruid met een gasbrander heeft willen opruimen. Hierbij is het vuur onder de beplating van het gebouw in de spouw terechtgekomen. Nadat het gebouw geventileerd was, konden de dansers weer terug voor de Grote Prijs van Soest.